Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebo. Ik ben een journalist en ik schrijf over popcultuur. En ik ben de auteur van Mijn Vriend Spider-Man, Superhelden, Geeks en Fancultuur. En dit is een plaatje gemaakt door niemand minder dan Gerben Valkema. Dat is een stripmaker van de strip Elsje. En in dit plaatje heeft hij eigenlijk vier klassieke Nederlandse fictieve helden opgenomen. Namelijk Douwe Dabbert, Paulus de Boskabouter, Heer Bommel en Tom Poes. En wat er nou zo gaaf is aan dit plaatje, is dat het heel goed laat zien hoe goed Gerben Valkema nou eigenlijk kan tekenen. En hoe goed hij andermans personages in de vingers heeft. Ik heb Gerben daar wel eens over geïnterviewd voor de VPRO-gids. Over wat voor meestervervalser hij is. Daar heb ik ook vlogs met hem opgenomen. En een van die vlogs maakt hij voor mij een prachtige tekening. Waarin zijn stripfiguur Elsje Guus Vlater ontmoet. Dat link ik eventjes hieronder bij deze vlog. Maar dit is, waarom is deze plaat nou eigenlijk gemaakt? Is gemaakt voor Edgar Achterberg. En die vraagt eigenlijk aan stripmakers altijd of hij een tekening wil maken. Of hij of zij een tekening voor hem wil maken. Maar ja, zo staat er ook in het stuk. Wat doe je nou als je graag een plaatje wil hebben van een stripfiguur waarvan de stripmaker of tekenaar niet meer leeft? Nou, in het geval van Bommel en Tom Poes is dat natuurlijk Martin Toonder. Die is helaas niet meer onder ons. En in het geval van Douwe Dabbert is dat Piet Wijn. En in het geval van Paulus de Boskabouter is dat Jean Doulieu die het leven heeft gelaten. Nou, Gerben die is dus zo goed in het naamtekenen van andermans stripfiguren, dat hij dus gewoon al deze figuren op één plaat weet te leggen, te zetten eigenlijk. En doet dat gewoon heel gaaf. Moet je eens kijken, gewoon de lijn, Douwe Dabbert, het is gewoon echt helemaal Douwe Dabbert. Het viel me wel meteen op toen ik door dit blad zat te bladeren, dat het een valkenmaatje was. Want Paulus die laakt aardig op Elsje. En ik ga eventjes een Elsje pakken. Gewoon een willekeurig album Elsje op Texel. Dan kun je even zien ook hoe Elsje eruit ziet. Hij lijkt natuurlijk niet letterlijk op Elsje. Dat snap ik ook wel. Maar ik had zomaar een beetje qua vibe. Kreeg ik een beetje een Elsje vibe. Terwijl ik naar die Douwe Dabbert van Gerben zat te kijken. Dit is overigens waar het in staat, is de Bouterbode. Dat is een nieuwsbrief eigenlijk voor Paulus liefhebbers. Dat komt een paar keer per jaar komt dat uit, 5 keer per jaar. En dat wordt uitgegeven door Maarten J. de Mulder, die ook dit soort prachtige boeken uitgeeft. Zoals de kunst van Jean Doulieu, de schrijver en tekenaar van Paulus de Boskabouter. Dit is een prachtige catalogus die ooit is uitgekomen bij een expositie in het Stripmuseum in Groningen. Maar hij geeft dus ook allemaal boekjes uit van Paulus de Boskabouter. Met allemaal mooie verhalen van Paulus erin. Eigenlijk zijn het allemaal hele mooie herdrukken. En hij brengt dus ook zo'n nieuwsbrief uit een paar keer per jaar waar je op kunt abonneren. En als je naar www.demulder.nl gaat, kun je je daarvoor aanmelden. In ieder geval, als je dat leuk vindt. Het is een leuke nieuwsbrief. Ik krijg hem altijd opgestuurd. Het gaat toevallig ook dit keer over of dit plaatje nou wel een van Jean Doulieu is of niet. Want er zijn twee versies van. Nou, dat gaat ook over meestervervalsing of niet, zeg maar. Dus dan gaan ze uitzoeken of het nou een originele is. En over Gerben Valkema's vervalsing eigenlijk. Mooie, of hommage moeten we eigenlijk zeggen. Het is natuurlijk niet echt een vervalsing. Hij doet niet. Hij zegt ook niet dat hij Jean Doulieu is of Piet Wijn. Maar het zijn prachtige hommages. En Gerben die kan dat echt heel goed. Nou, ik wilde jullie dat gewoon even laten zien. Zodat ik ook eventjes een keer de Bouterbode onder de aandacht kon brengen bij jullie. Maar ook dus dat mooie werk van Gerben laten zien in ieder geval. Dus ga naar www.demulder.nl als je ook lid wil worden van deze nieuwsbrief. Het kost je niet zoveel. Kost 9 euro per jaar en met 8,50 per automatische incasso. Dus dat is peanuts voor zoiets grappigs om te lezen. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. En ik zou zeggen, op naar de volgende.